Zo meneer, ik wou even uw naam intypen. Hè? Dat hoeft de volgende keer natuurlijk niet meer. Zegt u het maar. Ik weet het niet. Wat is mijn naam ook weer? Ja, wat denkt u dat ik het dan wel zou weten? Doet u een beetje uw best alsjeblieft, want ik heb vandaag nog wat andere patiënten ook te verwerken natuurlijk. Ik herinner me dat ik heet Theo Hermans. Nou, de geboortedatum en zo krijg ik wel later, maar want ik heb weinig tijd. Wat is er aan de hand, meneer Hermans? Dokter, het is heel precair. Ik durf het bijna niet te zeggen. Precair of niet, u komt toch niet voor niets bij een psychiater? Zegt u het alstublieft. Eerst, dokter, was ik een potloodventer. En nu ben ik een zadelruiker. Nou ja, wat maakt dat uit, kerel? De hele stad staat vol met fietsen. Aan elke brug zijn wel 20, 30 zadels te vinden. Maar het probleem is, ik word tegengewerkt door de dames in de buurt. Die doen allemaal kapjes over de zadels, zodat ik niets meer kan ruiken. Ja, dan lijkt me toch het best dat u met die dames dat even gaat uitzoeken, want dat heb ik ermee te maken. Ik kan daar niets voor voorschrijven. Eventueel een paar watten in uw neus. En dan is het heel toevallig dat u het zegt. Ik heb eens een keer een patiënt gehad en die had eigenlijk hetzelfde. En bleek, na lang onderzoek, dus daar zijn we meteen vanaf, gaat een stuk vlotter. Die bleek dat hij achterop de fiets zat bij zijn moeder. En hij is toen gevallen met de hele fiets en met zijn neus op het zadel terechtgekomen. En dat is zijn hele leven een soort probleem geworden. Ja. Dokter, ik heb precies hetzelfde meegemaakt, maar ik was 16. En ik viel van de fiets en ik viel op het zadel. Hermans, ik wou toch wel liever een volgende afspraak maken, want ik vind het toch een beetje merkwaardig gezeur worden. Het spijt me verschrikkelijk, hoor. Ik kom hier voor hulp en u schijnt mij nu gewoon af te schepen. En ik zou zeggen, watjes in uw neus of van mijn part struint u de hele stad af dat u er genoeg van hebt. Dat lijkt me toch een hele simpele oplossing. Het spijt me, maar dan ga ik, maar ik moet het zelf maar op zien te lossen. Ja, en per e-mail krijgt u van mij dan wel een bonnetje. Dank u vriendelijk.